Het OM heeft besloten om 2 van de 5 agenten die zijn betrokken bij de arrestatie van Mitch Henriquez te vervolgen. Op zichzelf mag de politie geweld gebruiken als ze iemand aanhouden, maar dat is natuurlijk wel aan bepaalde regels gebonden. Wij vinden dat deze 2 agenten te veel geweld hebben gebruikt. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat 1 van de 2 agenten een nekklem heeft toegepast en dat de andere Mitch Henriquez op zijn neus heeft geslagen en pepperspray heeft gebruikt. We hebben het NFI-onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat deze geweldshandelingen kunnen hebben bijgedragen aan de dood van Mitch Henriquez. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon serieus en ernstig en dat is ook de reden dat wij vinden dat deze 2 agenten zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Waarom de andere 3 agenten niet? Wij vinden dat wat zij hebben gedaan in de gegeven omstandigheden toelaatbaar was en bovendien is gebleken dat wat zij hebben gedaan niet heeft bijgedragen aan de dood van Mitch Henriquez.